Kun je dat? Kun je dat voor jezelf zeggen? Er is maar één ding wat ik verlang vanochtend. Dat kinderen bij een papa komen. Jezus. Oh, Vader, we danken u, Heer. Ik dank u, papa. Er zijn 1000 dingen die ik zou kunnen zeggen, Heer, over u. Maar soms ben ik gewoon speechless, sprakeloos, Heer. Over wie u bent, wat u doet. Jezus. 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 Ja, ik wil je. Ah, zijn jullie er ook allemaal? Hoi, goedemorgen. Vandaag, eigenlijk, we hebben wel zo'n gewoonte om dan meteen zo neer te ploffen. En, nou, het volgende onderdeel, zeg maar. Wat mij betreft vloeien we gewoon van de aanbidding door. Weet je, als je vandaag moet staan, of als je moet knielen, of als je moet zeggen amen, of als je, weet ik veel wat, moet doen naar God, omdat je het zo op je hart voelt branden, doe het dan gewoon. Weet je, we hebben niet allemaal regels dat je moet blijven zitten en moet luisteren met je armen over elkaar. Amen. Amen. Come on. Amen, gemeente. Je bent vrij, want hij is hier. Amen. Heb je hem ervaren? Hij is hier. Hij is hier nu. Hij spreekt door onze aanbidding. Hij spreekt door het woord. En Vader, ik bid dat het vandaag een levend woord zal zijn. Ik heb op mijn hart een gospelboodschap, het evangelie. We lezen Johannes 20. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, zij waren bijeen nadat Jezus aan het kruis was gehangen, was overleden en zij wisten nog niet van het vervolg, waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden, gesloten waren die deuren, kwam Jezus. En hij stond in het midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Dan ga ik verder bij 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En ze zijn weer bij elkaar. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heer gezien. Kun je die setting voorstellen, weet je? Maar hij, Thomas, zei tegen hen, als ik mijn handen niet in het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar wees gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Geweldig, hè? Wat een verhaal. Weet je, die discipelen die kregen goed nieuws. Die kregen goed nieuws. Jezus is opgestaan en Thomas kreeg goed nieuws van de discipelen. We hebben de Heere gezien. En wie houdt er niet van goed nieuws? Weet je, je ziet wel eens van die posters aan lantaarnpalen, kat gezocht. En hoe geweldig is het als je kat weer terug is. Hij is verloren, maar hij is gevonden. Maar kat is terug. Wie houdt er niet van goed nieuws?
Laatst hoorde ik Peter Paas vertellen over zijn sleutel die hij terugvond, terwijl hij aan het joggen was geweest. Goed nieuws, dat is geweldig. Ja. Ik hoorde van een vriend, die kreeg een aanslag van de energieleverancier. 16.000 euro moest hij betalen voor zijn zeg maar, gezinsopvanghuis. Hij bellen, zegt die man van het callcenter, meneer, dat is niet betalen, dat is krijgen. Wat? Goed nieuws. Ja. Ja, geweldig, hè? Ja, dat maakt nogal een verschil, hè? Iedereen rekenen. 32.000 euro verschil. Wow, dat is wel heel wat. En ook de getuigenissen die hier klinken. Vorige week Esther nog. Esther, over je gezondheid. Je duizelingen die God heeft weggenomen. Halleluja, goed nieuws. En de discipelen hoorden, Jezus leeft, dat is goed nieuws. Maar Jezus zelf is goed nieuws. Niet alleen dat hij leeft is goed nieuws, het is heel belangrijk dat hij leeft, maar hij zelf is goed nieuws. Kun je er amen op zeggen? Amen, hij is goed nieuws. Dan kunnen we naar huis, iedereen weet het al. Vanmorgen draait het allemaal om hem, ja. Hij gaf zichzelf als gift en is dus de gever en hij is de gift. Hij is de gift en hij is ook de gever. Mijn punt vandaag is, Jezus geeft alles wat hij heeft. En dat is alles. Jezus geeft alles wat hij heeft. En dat is alles. En daarbij geeft hij ook zichzelf. Waarom zou je dan alles van hem aannemen, behalve hemzelf? Dus herhaling, Jezus geeft alles wat hij heeft en dat is alles, inclusief zichzelf. Waarom zou je dan alles van hem aannemen behalve hemzelf? Hij wil zichzelf geven en hij wil zich vandaag geven aan jou. Hij zelf, Jezus Christus, hij zelf, God, mens. En wat God betreft, weet je, voor God is de gift en de gever is één. Als God de... God zegt eigenlijk, de gift is in de gever en de gever is in de gift. En bij mensen raken die twee vaak losgekoppeld. Want als je wat van God krijgt en je getuigt erover, bijvoorbeeld hier op een podium, kun je misschien afvragen, blijf ik die gift wel houden? Blijft die gezondheid eigenlijk wel bij mij? En wat is dan belangrijk om te weten over die gift? Dat de gever is in die gift. En wat moet je dan weten over de gever? Dan moet je zijn hart kennen. En het is het hart van een vader. De gift gegeven aan jou, Esther, komt uit het hart van de vader. We hebben net gezongen, his goodness, over zijn goodness. En dat goodness van God stroomt continu uit zijn hart, door Jezus. En de Heilige Geest openbaart het aan je. Is dat niet geweldig? En ook als je dan die gift krijgt, denk ik dan, herinnert die gift mij dan aan de gever? Is het dan een reminder naar hem, zodat ik hem kan dankzeggen? Of denk ik, oh, binnen is binnen, die heb ik te pakken. Niet van me afpakken. Of vertrouw je dan op zijn hart en weet je, het komt van hem. Weet je, stel het je maar voor, ik bedenk altijd, hoe is dat tussen vader en mij, hoe is dat tussen mij als vader en mijn kinderen? Weet je, we hebben een kindje wat we sponsoren aan de andere kant van de wereld. En dat kindje zou zich best wel eens kunnen afvragen elk jaar op zijn verjaardag, van zou ik een cadeautje krijgen van mijn sponsorouders? Zou ik er een krijgen? Ik weet het niet. Houden ze van mij? Vergeten ze me misschien? Ik weet het niet. En dan als het cadeautje wel komt, oh yes, gelukkig, het is er. Het is er, gelukkig is het gekomen. Ik ben blij en opgelucht dat ik iets krijg. En binnen is binnen en volgend jaar zien we wel weer. Leven we niet heel vaak zo? Rondom vergeving, rondom genezing, rondom voorspoed. Oh, gelukkig, ik heb gezondheid gekregen van de Heer. Of opnieuw gezondheid, ik ben genezen van iets door hem. Ik hoop dat ik het kan vasthouden. Ik hoop dat het er blijft. Maar hij blijft. Hij blijft. Het is zijn hart. Die is voor eeuwig. Hoe kan het ooit weggaan? Vergeving, hetzelfde. Maar als ik weer zondig. Gezondheid, Jan Dirk.
Maar als ik weer zondig. Ja, maar je bent in het hart van God. Daar is genade, continu. Als je in Jezus bent, word je gezien als Jezus. De rechtvaardige staat van hem. Amen. En zo gaat het dus, als ik dus kijk naar mij als vader en mijn kind wordt jarig, dan weet ik dat mijn kind weet, ik krijg een cadeau, want ik ken mijn ouders. Ik krijg wat. Ik krijg wat en het komt uit het hart van mijn vader, van mijn moeder. En het past precies bij mij. En op het moment dat je het uitpakt, kijk je er eerst naar en dan kijk je meteen naar de gever. Dan zeg je, dankjewel, het past precies bij mij. Weet je, als je alleen maar het cadeautje krijgt, maar de gever is in geen veld of wegen te bekennen, is het zo lang zo leuk niet, toch? Dus ontstaat juist een bijzondere dynamiek tussen gift en geven, op het moment dat allebei aanwezig is. En dus ik wil zeggen, de zekerheid van het cadeau is in het hart van de gever. En het hart van de gever is zichtbaar in het cadeau. Nu terug naar Jezus. Jezus, de gever, wil zichzelf geven met de gift die hij geeft. En alle giften die hij geeft zijn vindbaar in hem. Waarom roepen wij zo vaak Jezus tijdens de aanbidding? Omdat het de beste samenvatting is van alles wat je zou kunnen roepen op dat moment. Amen. Want alles is in die naam vervat. Alles is in die naam vervat. Je kan roepen glorie. Maar beter is nog dat je roept Jezus. Of dat je denkt aan Jezus als je roept glorie. Je kunt roepen halleluja. God is goed. Maar je kunt ook roepen Jezus, want alles is in hem. Alles in alles. En niets is er geworden buiten hem om. Jezus is alles in allen. Zijn naam bevat alles. Bevat ook alle giften die je nodig hebt. Maar wij als ontvangers besef je dat we soms de gift dankbaar aannemen. Zelfs ook hier in de kerk. De gift nemen we soms dankbaar aan, maar laten we de gever soms buiten staan. Herken je dat? Bij jezelf? Ik wel. En dan zeg ik wel, dankjewel, maar ik leef gewoon door met mijn eigen dingen, soms met mijn eigen zorgen. En vergetend dat hij er is. En hij is altijd aanwezig, altijd actief aanwezig bij mij. Waarom? Niet om een dankjewel te ontvangen, ja ook wel. Maar om een liefdevolle, vurige relatie met mij aan te gaan. En zo wordt het evangelie ineens heel simpel. Jezus, alles komt samen in die naam. En we zijn soms zo bezig met het verkrijgen van die gift, of het genieten van de gift, dat we het zicht verliezen op Jezus de gever. En zelfs de dingen die zo goed zijn hier in deze gemeente. En ja, noem ze maar. Wat is er allemaal goed hier in de gemeente? We hebben geweldige aanbidding. We hebben een geweldige jeugdgroep. Vol passie. Ze zijn er nog. Ze zijn er nog. We hebben een geweldige familiesfeer, familieatmosfeer. Dat zetten we echt centraal. We vinden dat belangrijk. We hebben geweldige bedieningen die werken, die mensen tot hun doel helpen komen. Maar weet je, lieve mensen, als Jezus Christus er niet in is, wat is het dan? Zinloos geweld, hoor ik. Niks, hoor ik. Ja, het is iets als religie. Je gaat werken voor het ding. Het ding, als het ding waar je mee bezig bent, belangrijker wordt dan hemzelf. En je verliest hemzelf uit het ding, het concept, het idee waar jij zo enthousiast over bent. Als je hemzelf verliest eruit en hij is daarin niet aanwezig, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je iets aan het verheffen wat groter wordt dan hij. En je bent dat aan het aanbidden. Je zegt tegen elkaar, kijk eens wat gaaf waar we mee bezig zijn. Is het niet gaaf? En ja, het is gaaf. Maar als je hem verloren bent daarin, dan is het kwijt. Dan kun je er beter mee stoppen. Dan is de hel ermee bezig. Serieus mensen. Serieus mensen. Als je hem verliest uit hetgene waar jij mee bezig bent. Als je hem kwijt bent uit je hart. Ren snel terug naar hem. Ga op je knieën. Ga op je knieën. Sta 's ochtends op met zijn naam op je lippen. Want dat is het enige wat telt. Echt waar. Ik wil het je vertellen vandaag. Ik wil dat het in je hart komt vandaag. Want als zij
zijn naam niet op jouw lippen is de hele dag, maar andere concepten, andere dingen die jij belangrijk vindt, die je wilt preken, waar je hart vol van loopt, dan wil ik tegen je zeggen, er is maar één naam die belangrijk is. Er is maar één naam, dat is de naam van Jezus Christus. Jezus! 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 Echt, lieve mensen, we zijn maar voor één persoon hier bij elkaar. En dat is Jezus Christus. En daarna komt al het andere. En Hij is daarin. Hij is daarin. Je komt hiervoor troost, ja, om troost te ontvangen. Een knuffel van je broer en zus. Maar wie knuffelt je als je een broer en zus jou knuffelt? Besef dat het Jezus Christus is. Die troont in het hart van die persoon die jou knuffelt. Amen. Als we hem bezingen, dan kun je genieten van de liederen en zeggen, ja, die ken ik wel, die ken ik niet. Het staat te hard, het staat te zacht, ik kan wel mee, ik kan niet mee. Maar ik heb op een dag besloten, op een moment waar ik in een aanbidding was, die me helemaal niet aanstond. Het was een beetje een soort Polonaise sfeer. Ik vond het helemaal niet fijn. Maar toen zei God tegen mij, maar ik ben hier, waarom zou je mij niet aanbidden als ik hier ben? En ik heb mijn arm in de lucht gestoken, alsof er mijn leven ervan afhing. En ik heb hem aanbeden. Ik heb hem aanbeden, mijn Jezus Christus. Weet je, ik ben maar vanochtend maar voor één ding gekomen. Om zelf kleiner te worden en hem groter te maken. Ik hoef hier niet zo nodig op een podium. Weet je, het is helemaal niet zo, helemaal niet heel leuk of zo. Weet je, alle dingen, de voorbereidingen. En dan als hij komt, dan gooit hij je preek ook nog in de war. En heb je je zo op voorbereid, weet je. Maar hij moet groter worden. Hij moet groter worden. Hij moet groter worden. Jezus Christus. Uw naam, Heer. Uw naam, Jezus. Uw naam, Jezus. Uw naam, Jezus. Uw naam. Weet je, en ik wil iets aan je uitleggen. Bij Thomas gebeurde dat. Want Thomas moest hem eerst ontmoeten om hem weer te zien. Had hem jarenlang gezien, in alle actie. En Thomas had een soort veronderstelling waarschijnlijk van misschien iets met Romeinen verslaan of weet ik veel, belangrijk worden, of hij hield echt van de man Jezus, want hij deed echt geweldige dingen. Maar iets had hij blijkbaar nog helemaal niet begrepen, Thomas. Hij moest Jezus ontmoeten om te zien wie Jezus werkelijk was. En moeten we dat niet allemaal? Want na de ontmoeting met de opgestaande Jezus, en het is een beetje sneu dat wij hem nog steeds betitelen als de ongelovige Thomas, want hij heeft zijn leven gebeterd en eens een dief, altijd een dief, zeggen wij mensen dan, hè. Maar eigenlijk is het de gelovige Thomas. En weet je, van alle discipelen is hij het verst gekomen. Hij kwam tot in India. Daar heeft hij het evangelie gebracht. Is dat niet geweldig? Maar hij geloofde eerst niet. Toen zei Jezus, wees niet ongelovig, maar gelovig. Dus geloven is een keuze. Die maak je gewoon. Die kan je nu gewoon maken. Je kunt nu gewoon tegen jezelf zeggen, cut the crap. Het is afgelopen met die onzin. Ik geloof gewoon in Jezus. Klaar. En de rest komt daarna. En hij zei toen die openbaring kwam, zei hij, mijn Heere, mijn God. Bij Thomas viel eindelijk het kwartje. Hoe zit het bij jou? Is het kwartje bij jou gevallen? Dat Jezus Christus jouw Heer en jouw God is. En dan wil ik even een kleine overgang maken. Hoe kwam Thomas tot die ontdekking? Vast niet door te denken. En misschien ook wel helemaal niet, denk ook niet door zijn zintuigen, doordat hij Jezus zag, want hij had Jezus al heel vaak gezien. Ja, het was de opgestane Jezus. Maar hoe kwam hij tot de innerlijke overtuiging dat Jezus Christus Heer is? Wie doet dat in je? Wie doet dat?
De Heilige Geest. 10 punten voor Peter. Je bent een tiener, Peter. En dat is het mooie, daar wil ik iets over uitleggen. De samenwerking tussen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb het volgens mij al eens een keer eerder gezegd, maar hoe werkt het tussen die drie eenheid? Wie heeft welke rol? God de Vader is eigenlijk degene die beslist. God de Zoon is degene die realiseert. En God de Heilige Geest is degene die openbaart. God de Vader beslist, God de Zoon realiseert, God de Heilige Geest openbaart. God de Vader beslist, hij is de ontwerper, hij is de architect. Hij bedenkt het, hij is de bron. Daarom spreken we ook over zijn hart, waar de goedheid vandaan opspringt. Vanuit die bron komt de goedheid. Daarvoor zit niks, weet je wel, daar begint het. Daarvoor zit niks. Bij God start alles, bij God de Vader start alles. Zijn goedheid stroomt vanuit zijn hart naar buiten. En dan, maar God is geest. En Jezus Christus is degene die realiseert. Die brengt tot echtheid. Die maakt het. Hij is het woord, hij is de schepper. Door hem zijn alle dingen geworden. Hij maakt het. Hij is zeg maar de aannemer van de architect. Hij maakt het huis. Hij is alles in alle. Daarom is alles in hem, want hij maakt alles. Er is niemand anders die iets gemaakt heeft dan hij zelf. Dus hij voert uit wat de Vader beslist. Hij doet wat hij de Vader ziet doen en hoort zeggen. En dan de Heilige Geest. Kijk, dan heb je de Vader, die heeft het bedacht. De Zoon, die het heeft uitgevoerd. Zeg je, nou, klaar toch? Dan heb je het. Maar dan zijn wij als mensen, die kunnen er gewoon straal langs lopen. Want het is niet geopenbaard. Wij leven in onze vleeselijke mens. Het is niet geopenbaard aan ons. Wij snappen dat niet. Jezus, God. En dan komt de Heilige Geest. Die openbaart het aan mensen. Die slaat eigenlijk de brug naar jou en mij. Die komt in je hart. En die zegt, kijk, dat gebouw, ik zal je uitleggen. En dat hart van de Vader, daar komt het vandaan. Kijk, waarom het gebouw zo mooi is, is omdat het hart zo mooi is. En waarom God de Vader zo'n Vader is en de Zoon zo'n Zoon, dat is de afbeelding van jou en hem. En zo gaat hij aan het werk in je hart en legt alle dingen uit die Jezus gerealiseerd heeft. Geweldig, hè? Hij maakt het echt voor jou en mij. Dus Jezus maakt het echt. En zijn Heilige Geest maakt het echt. In jou en mij. En daarom had Thomas de Heilige Geest nodig op het moment dat hij face-to-face met Jezus stond. Daarom hebben jij en ik de Heilige Geest nodig op het moment dat we face-to-face in de aanbidding komen met Jezus Christus. Als je thuis bent en je ziet zijn gezicht in een droom. Als je thuis bent en je bent de Bijbel aan het lezen en je bent aan het bidden en je ziet God er doorheen en de Heilige Geest openbaart het in je wie hij is. Geweldig is het, hè? Geweldig is dat. Laat het dieper zakken, ook al denk je, ja, dat weet ik allemaal al. Maar dan zit het hier, laat het hier zakken, want die waarheid gaat altijd dieper. Ik ontdek bij mezelf dat die waarheid ook nog steeds dieper en dieper gaat. En weet je, gelukkig maar, want anders zou je in de eeuwigheid gaan vervelen, toch? Als het niet alles maar dieper kon gaan. Ja, ze wijzen naar de Zoon. Jezus zegt, ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. En de Vader en de Heilige Geest, op het moment dat Jezus zich laat dopen, zeggen, kijk, dit is mijn geliefde Zoon, mijn geliefde dochter. En straks als jij je laat dopen, zegt de Vader dat weer. Kijk eens, dit is mijn geliefde Zoon, mijn geliefde dochter. En de Heilige Geest onderzoekt het hart van Vader en openbaart Jezus zoonschap. En ons zoonschap. En Jezus zegt, het is goed dat ik wegga, want dan kan Vader de belofte sturen. Dat is de Heilige Geest. Om mij te openbaren in iedereen. Niet alleen op de plek waar ik fysiek ben, maar overal. En altijd. Want Jezus was al opgestaan en opgevaren. Maar de Heilige Geest was nodig om het te openbaren aan iedereen wat daar echt gebeurd was. Ja, is leuk die Thomas. Even terug naar die Thomas. Hij komt nog twee keer voor in Johannes. Er wordt nog twee keer gesproken over hem. En allebei dat je denkt, Thomas, Thomas, Thomas. Jij begrijpt er echt helemaal geen bal van. Dat was bij Lazarus was het al zo. Dan zeggen
Een heel korte situatieschets. Lazarus is ziek, ze zijn in een andere plaats, ze zouden er naartoe kunnen gaan. En dan krijgen ze het bericht dat hij is overleden. Jezus weet dat hij is overleden. Nou, allemaal emoties. Jezus blijft heel relaxed en die zegt, laten wij naar Judea gaan. En dan zegt de discipelen tegen hem, Rabbi, de Joden hebben je onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat daar weer heen. En Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in een dag, als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. En hij heeft het hier over zichzelf. Jezus zegt, ik ben het licht, dus je stoot je niet als je bij mij bent. Maak je geen zorgen, je bent bij mij, lieve discipelen, dus je zult je niet stoten. In mijn aanwezigheid ben je veilig. En dan zegt hij nog wat over Lazarus is gestorven. En dan, ik kan me zo voorstellen dat die Thomas er een beetje zo bij staat. Een beetje van... En dan zegt hij tegen de discipelen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Weet je, Jezus heeft net uitgelegd, bij mij ben je veilig. De Heilige Geest openbaarde op dat moment blijkbaar niet aan Thomas. Maar kijk eens, je bent bij Jezus, ben je veilig. Maar Jezus openbaart zich continu als de veiligheid. En die Thomas die staat er een beetje bij en hij pakt het totaal niet. En zo gaat het zo vaak ook bij jou en mij. Hè? Jezus, je hoort zoveel, het zijn soms bijna uitgesleten paden in ons christelijke samenzijn. Die woorden heb je zoveel gehoord. Die woorden uit de Bijbel. Jezus is het licht. Ja, Jezus is het licht. Ja, dat. Maar als het zo is voor jou, dat verhaal van Jezus is het licht, hoort bij een stuk zondagschool of kinderkerk wat je vroeger hebt gehad. En het is niet elke dag een nieuwe openbaring voor je. Moet je echt achter je oren gaan krabben. Vraag dan opnieuw, Heilige Geest, vul me opnieuw, openbaar opnieuw Jezus Christus voor mij. Ik wil echt opnieuw begrijpen wat het betekent als u zegt, Jezus is het licht. En als Jezus uitlegt, ik ben het licht, je zult je niet stoten. Nou, ook dat andere verhaal waar Jezus uitlegt, waar ik heen ga, kunt u niet komen. En dan zegt Thomas, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? En dan zegt Jezus, ik ben de weg. Ik ben de weg. Ik ben de weg. En dat is hetzelfde als met dat licht. Jezus zegt, ik ben het licht. Als je dicht bij mij blijft, zul je niet stoten. Jezus zegt, ik ben de weg. Als je de weg zoekt, volg mij. Blijf dicht bij mij. Dan vind je de weg. Ik ben de waarheid. Als je waarheid zoekt over je situatie, een oplossing... Blijf dicht bij mij. In mij zijn die waarheden te vinden. Ik ben waarheid. Blijf dicht bij mij. En de waarheid zal gewoon er zijn. Test het, lieve mensen. Test het in je dagelijks leven. Jezus openbaarde zich aan Thomas op die drie manieren. Nou, ik hoop dat je ontdekt dat in Jezus elke gift, elke behoefte, elke voorziening, elk antwoord beschikbaar is in hem. Zoek hem en de rest krijg je bij. In de Bijbel staat, zoek eerst het koninkrijk. Nou, wat zoek je dan, het koninkrijk? Zoek je dan allemaal dingen? Nee, in het woord koninkrijk zit het woord koning. Zoek de koning en waar hij overheerst. The king and his dominion. Zoek de koning. En zoek hoe hij heerst over al die gebieden. Zoek dat eerst. En de rest wordt je erbij gegeven. Dus letterlijk, weet je, ik oefen mezelf erin om de hele dag zijn naam te zeggen. Hem te aanbidden. De hele dag staat bij ons aanbiddingsmuziek aan. Als ik in de auto rijd, staat aanbiddingsmuziek aan. Ik lees hem. Ik lees hem continu. Het woord. Ik wil zoveel mogelijk tijd besteden in het woord. Ik voel hem. Ik wil hem voelen. Zeg ik, Heer, hoe moet ik voelen? Als ik u nu zie naast me zitten op de bijrijdersstoel, wat doet u dan? Heer, als ik nu aan het aanbidden ben in de kerk op zondagochtend, wat doet u dan? Oh, dan zit u hier op het podium. En wat doet u dan? Wat zegt u dan? Wat straalt u uit? Jullie kunnen allemaal je voorstellingsvermogen gebruiken om te zien wat Jezus doet. En je kunt dat nu doen.
op elk moment doen. Het begint bij hem, het eindigt bij hem en kies voor hem. In hem is alles, in hem wordt alles vervuld. Dat lied, the more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Mijn hart stroomt over van liefde. Hoe meer dat ik hem tegenkom, hoe meer ik van hem hou. En weet je, iemand zei het heel mooi als volgt. Kijk, we hebben het gehad over Vader, Zoon, Heilige Geest. Heilige Geest kwam als duif. Dus als je wilt dat Jezus zich aan je openbaart, visualiseer dan eens een duif die uit de hemel komt en die op je schouder gaat zitten. Het symbool van de Heilige Geest. En bedenk je dan eens wat je moet doen de hele dag als je aan het werk bent, als je in je auto stapt, als je achter je bureau zit, als je bezig bent met je klanten, je patiënten, weet ik veel, je kinderen. Dat die duif daar zit en dat het ook de bedoeling is dat hij daar blijft zitten. Dat hij niet wegvliegt. Wat moet je daarvoor doen? Ja, in ieder geval een beetje rustig bewegen misschien. Nou, hoeft niet eens per se. De duif kan echt ook wel wat beweging aan. Maar wat je moet doen, is dat je continu een deel van je gedachten geeft aan die duif. Continu ben je aan het bedenken. Ik stap nu in de auto, die duif. Ik ga nu onder de douche. Oh, die duif. Ik ben nu met mijn kinderen bezig en ze zijn erg irritant. De duif. Ik ben nu aan het bedienen. Ministry team. Of ik kom voor gebed. De duif. Waar is de duif? Openbaart hij mij Jezus? Wat zegt de duif? Wat zegt de duif? Wat zegt de Heilige Geest? Hoe kan ik zorgen dat hij bij me blijft? Snap je het beeld? Denk continu aan de duif. En nu is het misschien zo dat jij... Wie deze zo leuk... Doe nog eens. Ik wil hem horen. De duif. Woe, woe, woe. Goed man. We gaan bijna dopen. Heb je wel zin in? Eén ding nog. Wat heb jij nodig vandaag? Misschien wil je heel even je ogen sluiten. En bedenken, welke voorziening heb ik nodig? Wat is er wat ik nodig heb? Waar verlangt mijn hart naar op dit moment? Om uit iets te komen misschien. Of juist in iets te gaan. Een oplossing te krijgen misschien. Een persoon die een arm om je heen slaat. Een stuk troost. Misschien genezing. Misschien vergeving. Een stuk van je verleden kunnen loslaten. Of hoop krijgen voor de toekomst. Wat is het voor jou? Waar denk jij aan nu? Op dit moment. Wat denk jij aan? En bedenk dan dat er een duif op je schouder zit. Sterker nog, hij is in je. Heilige Geest van Jezus Christus is in je. Om het hart van Vader over deze situatie te openbaren. En te laten zien dat Jezus de realisatie is van dat alles wat jij nodig hebt. Want hij heeft zoveel namen. En toen ik dit begon te doen, achter mijn bureautje. En door deze lijst van namen van Jezus Christus begon te scrollen. Ik heb ingetypt in Google, namen van Jezus. En ik kreeg er tientallen, honderden op mijn scherm. En terwijl ik het doorlas, begon ik te huilen. En ik heb een uur lang gehuild terwijl ik keek naar die namen. Ik zag, Jezus Christus, bent u dat allemaal? Openbaar te zeggen, ja, vandaag aan deze gemeente. Misschien heb jij een situatie meegemaakt die echt niet eerlijk was. Die niet had mogen gebeuren. Weet dan dat Jezus volgens 2 Timotheus 4 vers 8 de rechtvaardige rechter is. Weet dat hij volgens Openbaringen 19 vers 11 de strijder voor gerechtigheid is. Een wit paard. En hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog voor jou in gerechtigheid. Heb je misschien een redder nodig? Iemand die je redt uit de situatie waar je bent? Weet dat 2 Petrus 3 vers
Vers 18 zegt, groei en genade en kennis van onze Heer en Redder. Jezus Christus, Hij is Redder. Heb je gewoon iemand nodig die jou kent en die je ziet, die in je ogen kijkt en aanwezig is. En zegt, wat kan ik voor je doen? Een goede herder. Johannes 10 wordt Jezus de goede herder genoemd. Heb je honger? Weet dan dat Jezus Christus het brood des levens is. Heb je wijsheid nodig over een situatie? 1 Korintiërs 1 zegt, Christus Jezus is voor ons wijsheid van God geworden. Verlang je zo dat de hele wereld hem gaat zien en hem gaat aanbidden. Weet dan dat hij voor je uitgaat. Want Lucas 2 vers 30 zegt, licht voor de volken. Mijn ogen hebben uw heil gezien dat u ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid. Een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen. Leun daarin als je daarna verlangt. Als je verlangt naar water, omdat je zoveel dorst hebt naar de goedheid van God. Weet dan dat God in 1 Korinthe 10, dat Jezus Christus de geestelijke rots genoemd wordt. En die rots was Christus, waar het volk in de woestijn uit dronk. Zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok. En die rots was Christus. Als je een fundament nodig hebt onder je voeten, omdat je voelt dat je grond steeds onder je voeten wegzakt. Weet dan dat je een geestelijke rots hebt. En die rots is Christus. Hij is de Heer der heerlijkheid. Hij is de opkomende zon. Hij is de dageraad. Hij geeft je nieuwe hoop na de nacht. Op het moment dat de zon opkomt, zegt de dag, spreekt tot je. En hij zegt, er is een nieuwe dag. Er komt een nieuwe tijd aan. En de nieuwe dag is Jezus Christus. Hij is de dageraad van redding. En God zal die zon opwekken om over ons op te gaan. En hij is de wijnstok. Hij is wonderlijk, hij is raadsman, hij is sterke, hij is God, hij is eeuwige, hij is vader, hij is vredevorst, hij is alfa, hij is omega, hij is God, hij is mens, hij is redder, hij is verlosser, hij is vriend, hij is geweldig, hij is halleluja. Laten we allemaal gaan staan om die Heer te aanbidden. Halleluja, Jezus Christus, ga staan en hef een aanbidding op voor Hem. Zeg Jezus, Jezus Christus, u bent dit voor mij en vul dat in bij de puntjes. U bent voor mij, Jezus Christus. U bent voor mij, Jezus Christus. Halleluja, geweldig. Wat bent u goed nieuws, Heer. Wat u geeft is al goed nieuws. Maar wat u hebt is goed nieuws, Heer. Wat u hebt, Jezus, is goed nieuws. Halleluja, Jezus Christus. Halleluja, laten we hem even aanbidden. Want hij is het zo waard om aanbeden te worden. Om alle programma's opzij te leggen, om hem te aanbidden. Jezus is good news. Good news, are you Jesus?
gaan over naar het dopen. We gaan over naar het dopen. Geweldig, hè? Wat is hij goed, hè? Laten we hem nog één applaus geven. Woe! Jezus. Hij is de weg. Hij is de weg. Amen, hij is de weg, toch? En om de weg te vinden, zoek hem. Volg hem na. En als hij zich dan laat dopen en je volgt hem na omdat je zijn weg zoekt, waarom sta je dan niet ook op en laat je je dopen? Wat wacht je dan nog op? Ik weet niet of er nog mensen zijn in de zaal die daar nog mee worstelen, daarover nadenken, dat voor zich uitgeschoven hebben en het komt toch weer terug. Laat je dopen. Vandaag kan het. We hebben genoeg handdoeken, we hebben ook reservekleding. Laat je dopen. Dus als de Heilige Geest in je hart spreekt, laat je dan dopen. Wat is dopen? Ik wil even kort doop toelichten. Betekenis van de doop. Je belijdt ermee, ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Ik geloof in zijn dood en opstanding. Ik geloof in hem als koning. En ik wil Jezus volgen de rest van mijn leven. Dat is wat je belijdt. En dat doe je hier open en bloot voor de mensen die hier zijn. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk bij de doop? Laten we kort Romeinen 6 vers 3 lezen uit de basisbijbel. Daar staat het heel mooi. Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met hem gestorven en begraven. En Jezus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en de majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Net zoals we één geheel met hem zijn geworden in zijn dood, zijn we ook één geheel met hem geworden in zijn opstanding uit de dood. Want we weten dat ons oude ik samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. Woe! We zijn niet langer slaven van het kwaad. No longer slaves. Het kwaad mag niet meer over jullie heersen. Want nu heerst niet meer de wet van Mozes over jullie, maar de liefdevolle goedheid van God. Halleluja. Is dat niet geweldig? Ja, het staat daar eigenlijk al zo helder uitgelegd, maar ook op de doopinfo avondmiddag leg ik het altijd uit. Weet je, je oude leven, je zegt eigenlijk, kijk eens, dit is wat er al gebeurd is in mij. Want je met het dopen zeg je niet, ik word een christen. Je bent al christen, je hebt je leven al gegeven aan de Heer. En dan zeg je, nu laat ik het ook zien ook. Kijk eens, mijn oude leven leg ik af. En ik ga in het watergraf met Jezus Christus. Ik word ondergedompeld. Ik word verzadigd met hem. Baptizo echt verzadigd door hem in zijn dood. En met hem sta ik aan de andere kant van de dood. Sta ik weer op in een nieuw leven. En het oude leven is voorbij gegaan. Er is een nieuw leven gekomen. En ik ben opgestaan in hem. En dat is een geweldig getuigenis als je dat doet. En niet alleen maar voor de mensen die hier zitten. Niet alleen maar voor de mensen die hier zitten, is dat een getuigenis. Het is ook een getuigenis voor de geestelijke wereld. Want die kijkt ook mee. En die heeft, voordat jij christen werd, voordat je Jezus had, had hij een aanklacht bij God tegen je. Namelijk op basis van de wet. Je was niet gerechtvaardigd met Jezus Christus. Maar op het moment dat je met Jezus Christus ondergaat, en daar is de doop een beeld van, op het moment dat je met Jezus Christus gekruisigd wordt, zegt is de duivel nog aan het aanklagen en die zegt dit en dat en heeft het slecht gedaan en hij heeft Jezus niet gezien, hij heeft alles gedaan wat de wet verboden heeft, wat God verboden heeft en hij heeft hem aan het aanklagen en dan ga je onder en dan ben je dood. En dan zegt die aanklager, zo, die is dood. En jij staat op aan de andere kant in een nieuw leven en je bent vrij, 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 vrij in hem. Is dat niet een geweldig plan van God? Wauw.